En een hele goedemorgen, welkom bij mijn 30ste verjaardag. Er staat ook echt oprecht een liedje op die zegt fijne verjaardag. I didn't plan this. Maar nee, we gaan Vee even naar school brengen. Dan gaan we deze kleine stinkers, met deze dus drappen. En dan gaan we, oh, hallo. Sexy. Een klein beetje overdressed, maar I was feeling it. I like it. I was feeling it. I was. Oké. Dat is goed. Nou, wij gaan waarschijnlijk naar Doetinchem. Het wordt nog een last minute beslissing of ik Zutphen of Doetinchem kies. Maar ik denk dat ik voor Doetinchem ga. Ik denk dat dit de outfit wordt voor vandaag. Leuk. Dit is van Sissy Boy. Training hip en cool. Klik even dan die stijl. If you know, you know. Maar deze van Sissy Boy. En deze heb ik ooit gedrift bij mevrouw De Vries. En daar gaan we vandaag ook heen. Want ik vind dat echt superleuk. Tweedehands winkeltje in Doetinchem. Dus dit is de fit. Ik heb wel echt medelijden nu met mezelf elke keer dat ik naar de wc moet. Want ik moet en die rits naar beneden doen. En dit af. En deze uit. Maar goed. Hè? Je bent maar 1x30. Dus ik vond het wel leuk om even iets bijzonders uit de kast te halen. Jeff heeft het sappie voor mij geperst. Dus dat vind ik niet erg. Persje de hand. Ik doe nog een beetje Sophia mee in mijn haar. Want ik vind mijn haar niet helemaal geweldig. Mag nog iets meer... The hair is not hairing today, so we need to work on that. Ja, het is al wel beter nu. Hola, we hadden nog tijd over naar de peuteropvang. Dus we hebben 2 mini taartjes gegeten van mijn high tea. Die hebben we samen gedeeld. Dat was echt heel weinig, maar ja, was er nog wel. Lekker tussendoortje. Dus, ja, lekker tussendoortje. En toch nog een beetje een birthday ontbijt. Samen met de verse pasta Suderans. Thanks, Jeff. Ik heb allemaal kleding mee om bij mevrouw De Vries ook weer in te leveren. Want het is zeg maar een circulaire winkel. Not sponsored, maar ik ben gewoon echt heel erg fan. Letterlijk al mijn favoriete kleding is volgens mij op dit moment van hun. Dit is van bij mevrouw De Vries. De schoenen die ik aan heb zijn van bij mevrouw De Vries. De outfit die ik op mijn verjaardag droeg, / vrijgezellen feestje, ook van bij mevrouw De Vries. Dus ik heb er gewoon heel veel leuke items vandaan. Dus vind ik super leuk. Dus ik ga even kijken wat ik vandaag vind. En wat hebben we nou nog meer gedaan? Ja, Jeff heeft de bank verschoven zodat ik binnenkort kan behangen. Bij de zolder. Dus dat vind ik ook helemaal leuk. En ik heb even snel, nog in het laatste kwartier, heb ik even, dat moesten we al heel lang doen, zo'n trapprofiel voor bij de vloer, zeg maar, heb ik even op maat gezaagd en opgeplakt. Zodat we een rand hebben. Ja, zodat we een rand hebben bij de trap, dat zeg maar de vloer niet eraf schuift en niet stuk gaat daar. En het is gewoon mooier afgewerkt. Dus dat was echt een klein klusje. Maar dat is echt zo'n klein klusje wat dan al heel lang op je ligt te wachten. Dat je denkt, oh, ik doe het ooit een keer. Ja. Nou, dat hebben we nu afgerond, dus dat is chill. Dus we gaan nu naar Doetinchem. En dan gaan we eerst dus bij mevrouw De Vries even kijken of ze daar kleding hebben. En daar heb ik 1 uur voor, dus kijken of dat lukt. En daarna had ik 1 uur gepland om te lunchen bij de Stadsboerin. En dan gaan we Vea weer ophalen. En dan gaan we denk ik... Ja, of eerst heel veel naar huis of gewoon direct door naar Arnhem. Even naar eerst station Dieren en dan gaan we daar de trein pakken. Want dat vindt Vee ook heel leuk en het is veel goedkoper om daar te parkeren. En dan even naar Arnhem. En misschien dan nog naar Koek van Hoek, want dat is heel lekker. We hebben ze hele lekkere vegetaartjes, maar het ligt even aan de tijd. Maar ik denk dat we het misschien wel redden. En in de avond naar de vegan sushi bar. Helemaal zin in. En tussendoor weet ik eigenlijk niet. Maar misschien gewoon even... kijken hoe en wat. Het weer is niet geweldig vandaag, geloof ik, maar we kunnen naar de Action misschien, zei Jeff, voor een bedankje. Ik wil dat zeker geheim houden. Okay. Jeff die al bijna gespoilt wat het bedankje is voor de bruiloft. Of tenminste wat we willen doen. We moeten nog kijken of het lukt. Maar we hebben een idee in gedachten. We moeten even kijken of het lukt. De enige die daarvan weet is Dagmarijntje. Dus als je dit ziet, you know. Sterker nog, het was haar idee. Het beste idee komt van Dagmar vaak. Dus ja, dat. Ik ben benieuwd of ik kleding ga vinden. Daar zijn we daar gewoon een hele unieke, bijzondere dingen. Bijvoorbeeld dit. Ik zie dit nooit in de kleding. Ik vind het helemaal leuk en ik voel me fashion. Helemaal fashion inderdaad. Het is een jumpsuit ook. Dus ik ben benieuwd. Yeah. En jij ziet er ook echt knappie uit. Lekker ding. Nou, ik heb mijn kleding voorbij mevrouw De Vries alvast neergelegd. Ik vind het altijd zo leuk hier. Dat is zo inspirerend. Maar grappig, deze hangt hier. Deze heb ik ingeleverd.
Die had ik een keer uit de kledingketting gehaald, maar ik vond hem toch niet zo. Of tenminste, toch uiteindelijk niet heel leuk zijn bij mij. Maar het is wel een gaaf ding en leuk dat hij hier hangt. Ik hoop dat er iemand heel gelukkig mee wordt. Dit is ook leuk. Maar deze staan wel weer 39 euro. Dit is gewoon een nieuwe tas. Dus zij heeft ook haar nieuwe dingen soms hangen. Ja, er hangt weer heel veel. En ook kinderkleding. Even kijken. Dit ook cuter uitzien. Nou, we zijn bij de Stasbury in. En Jeff gaat even laten zien wat we net hebben gescoord bij mevrouw de Vries. Yes. Alleen voor de kindjes. Welkom bij deze review. We hebben dit Spencertje gekocht. Echt zo voor, leuk. Voor V. En daarna voor Novo. Ja. Hij lijkt klein, hè, maar hij is zelfs Vind die kraaltjes wel... Oh, wacht. Ik vind die kraaltjes wel heel erg mooi. Cute, hè? Ja. En zo. Dan hebben we deze voor V. Flower power. Heel colorful. Zoals V dat zou zeggen. Ja, V zou zeggen colorful inderdaad. Jumpsuitje. Met een, printje met bloemetjes, ook heel erg leuk. Dan gaan we door naar, oh deze was ook heel erg leuk. Ja, die is leuk. Ook voor Fede kan ze nu ook aan. Ook een soort van matrozenpakje lijkt wel. Ja, en het ruggetje, het is zo schattig. Het ruggetje. Ik kijk er helemaal naar uit dat ze die aankwam. Is ook heel erg leuk. Heel cute. Vooral lekker in de zomer, zie ik er echt wel rondrennen in dit ding. Ja, en dan ren ik ernaast ook in een jumpsuit. Ja. En deze is iets warmer volgens mij, maar ook, mocht er iets koudere dagen zijn, dan kan ze deze aan. Die zijn er ook altijd in Nederland, helaas. Ja. Corduroy stofje. Corduroy. Wat hebben we besteld? En nu zijn we bij de Stadsburin, waar wij het soepje hebben besteld. Een citroenburger voor Eline. En ik heb een koeientosti. Een venkelburger. Koeien. Venkelburger. Ik dacht het citroen, of citroenvenkel. Ah ja, citroenvenkel denk ik, ja. Maar in ieder geval vegan. Ja, niet en ik heb een vegetarische tosti. Zo'n gek? Niet normaal. En waar de borstvoeding heb jij het meeste trek in? Ja, weet je, gewoon alles. Het is hier altijd lekker. Het is altijd van verse groenten. Het is altijd zeg maar healthy de pelvie, maar zeg maar in a way dat je het echt, dat het gewoon echt goddelijk lekker is ook en inspirerend. En daarom vond ik het ook zo leuk om er vandaag heen te gaan. Dus, mijn favorite hotspots in Doetinchem. Denk ik, ja. En dan stak je favorite hotspots in Arnhem? Ja. En ik twijfelde eerst over Zutphen, maar het is toch Doetinchem geworden. Dus, ja. En met jou, heel leuk. En met Nova. Ja. En straks met Vee. Ja. Even een mooie beautiful shotje, hoor. Ja. Oh, doe het voor de beer. Nou, we hebben het. We moeten wel een beetje opschieten, los. Ja, we hebben een tosti. Een soepje gaan we delen, een raapstenen soepje. Venkelburger. En ik denk een soort paprika erbij. Oh, lief. Dankjewel. Jij van die van paprika. Ik wil. Even een heel groot stuk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Hé, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Voor de oplettende kijker. We gaan de zoetigheid halen bij. Koek van. Anita Pita. Wat zeg jij? Deze. Ja, weet je wat je wil? Oeh, deze vind ik ook heel lekker. Welke wil jij? Wil jij die? Hebben jullie de vraag van de specials of zo? Wat Jongens. Nou, de meiden hebben net gedronken en ik heb hier een natte melkvlek. So. Reality. Taartjes, een custardtaart, alles is vegan, passievol taart. Dit is voor mij. En chocolade caramel, een chai tea en een frappe caramel. Allemaal met vegan melk. Zal ik nou gaan proberen dat vraag? Oh ja, als je wil. We gaan proberen dit te eten. Oeh, lekker! Lekker, hè? Nou, het was echt super lekker. Maar ik heb wel echt te veel gegeten. Beetje misselijk. No van de draagzak. Tweede stazen. Standje. Ik heb er genoeg van. Slaap nodig. Jeff moet nog even naar het toilet. En dan gaan we door naar de volgende stop.
Oh my god, kijk dit. Ik heb de kaart voor hem opgehaald, die geef ik zo aan de kassa. Maar oh my god. Kijk deze diepe. Ik heb die zonnebril voor mezelf gekocht. Ik wil ook wel even lekker diva zijn. Maar Vee is de echte diva. Heb je die echt dat je die wilt kopen? Ja, ja, anders had ik natuurlijk niet de kaart. Ik wist niet dat je de kaart had. Nee, ik vond het wel leuk. Staat er toch? Ik zag laatst iemand met zo'n diva zonnebril. Toen dacht ik, Evie, ik ga het ook gewoon doen. De Flying Tiger heeft echt leuke dingetjes. Ik zou even wat stiekem laten zien. Even kijken. Die glazen zijn heel leuk. Ik zat hier ook over te twijfelen. Het is een spiegel die je kan ophangen. Het is dat die zijkant er zeg maar zo plastic uitziet. Maar anders dacht ik naast mijn bureau, weet je wel. Oh ja. En ik zat hier ook al aan te twijfelen. Zo'n plankje, maar die helemaal gek is, zeg maar. Je zou hem natuurlijk nog wel een ander kleur kunnen geven. Dat wou je even voor eigenlijk bijna voor Vee kopen. Maar... Let's not. Weet je wat ik bijna voor Vee wil kopen? Die waarvan ik het woord niet ga uitspreken, want anders dan hoort ze dat. Dus heeft er nu nog wel eentje in de auto, hè? Ik vind de tas wel. Ja, dat is ook schat. Het is er geen plastic. Oh my god, hier heeft Jef me echt mee geterroriseerd. Ik wil echt nooit meer. Ik ben echt bang voor die dingen inmiddels. Echt niet, oké. Ik zag nog iets wat ik misschien wilde. Oh ja, kijk, hier was ook zo'n soort mini drawing board. Ook wel tof, maar dat zie je niet op de achtergrond die wij hebben. Deze heb ik een keertje aan Jake. Oh, je hebt ooit een laatste keertje met Vee. Echt stom ben jij. Is toch leuk, samen een dino uitgaan. Is toch troep. Wat ga je met die dino doen die je uitgaat? Ja, het gaat om de experience. Het gaat wel om de experience. Daar heb je punt. Oh, liedjes. Oh my god. Echt zo schattig. Allemaal zero waste dingetjes. Helemaal leuk. Nou, dit is echt niet normaal lief. Zijn dus in de Flying Tiger. Even kijken. Krijgt Vee dit oprecht van die medewerker? Zegt ze, ja, die hadden we nog over. Wil je die hebben? Als cadeautje. Dat is juist goed. Nou, zo lief. Oh. Wat schattig. Oh my god, wat lief. Nee. Ze wilden eerst die sloffen. Oh my god, wat een boefje. Oh my god, erg. Nee, kom eens kijken. Gaan we naar die mevrouw toe? Laat maar zien. Laat maar zien aan die mevrouw. Jullie wil even zien hoe jij eruit ziet in het pakje wat je net kreeg. Dat is best wel, hè? Oh! Ik heb in deze keer de appel en ei shirtje. Dat heb ik later wel zien. En dit plantje. Ik had bijna nog een muurdingetje gekocht, maar het was toch niet helemaal onze vibe qua kleur. Dus feestje. Can I say hi? Whatever. Can I say hi? Van de action. Met haar nieuwe pakkie die ze gratis kreeg bij de Flying Tiger. Wat hebben we ook weer Flying Tiger gekocht? Die lijstjes. Oh ja, leuke lijstjes. Ik zal thuis nog wel even een shoplogje doen. En nu gaan we naar de vegan sushi bar. Ik heb er helemaal zin in. Mijn voeten doen ook echt diep veel pijn. Dus ik kan ook echt niet wachten tot we even lekker zitten. Deze is kapot. Deze is kapot. En deze is kapot. En mijn voeten dus ook. Yes, 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 yes. En er komen nog zijn. Vee is alleen maar gevoel. Ja. Deze? Nee, niet. Oh, okay. Ik denk dat jij de laatste hebt gepakt, van. Oh, zo kunnen. En de gyoza. Ja. En dat is nog smaak. Vee vindt de rijst ook lekker. Ze hebben wel. Ik voel het even spannend, want ze hebben dus geen witte rijst, maar alleen deze. Maar ik word verwaard door beide kanten. Nou, deze is kerst wel goed. Die ligt in heel ver. Ijsblokjes. Niet meer ijsblokjes. Ik ga wel even fietsen. Nou, Nelke vindt het in ieder geval heel erg lekker. Vind je het lekker? Ja, dan doet hij dat sowieso uit. Hoe lekker?
moeilijker vind je het? Moeilijker vind je het? En mochi met mango en passievrucht. Leef er nooit van niets, maar ja. Nou, het eten was super lekker. Ik kon niet laten. Ik wil toch nog een, ondanks dat we best vol zitten, wil ik toch nog een bubble tea. Dit wilde ik niet. Who are you? Deze is gesneuveld. 8 voor 8. En Nova gaat nog even door met ons. Yo, ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik ben echt irresponsible. Ik, met mijn zogenaamd duurzame gedrag, het is niet helemaal gelukt vandaag, laat ik het zo zeggen. ik heb deze plant gekocht. Vond ik wel cute, van een klein local winkeltje. So far gingen duurzame ideeën nog goed. Toen hebben we allemaal bedankjes gekocht. Die ga ik nog niet laten zien, maar... En nog iets secrets, ook voor de bruiloft. Wat ik wel kan laten zien is dit. To-do list. Ik ga deze ophangen aan mijn kant van de zolder. Ik vind dit dus wel heel chill om hier als soort van whiteboard of to-do dingetjes op te schrijven. Oh, heb je exact dezelfde gekocht? Heb je exact dezelfde gekocht? Ja. Oh, ik dacht dat jij een andere had. Dat jij maandag tot en met woensdag of zo of iets. Of maandag tot en met zondag had of zo. Oké, we hebben exact dezelfde gekocht. Dit wist ik niet tot nu. Ik dacht dat we waren namelijk 3 verschillende soorten van de, bij de Flying Tiger. Ook iets met notities of zo. En nog iets van weekoverzicht. En nog iets van gecombineerd. Ze hadden best wel veel versies ervan. Maar deze man besloot mij na te doen. Nee, oké. To-do list vond ik ook het chillst. Ik besloot dat ik een bad bitch man ben. En ik heb namelijk deze gekocht. Ik vond hem helemaal geweldig. En ik heb... Ze hebben best wel leuke brilkoorden bij de Flying Tiger. Dus ik besloot die te kopen. Alleen V heeft er grotendeels mee gespeeld. V kreeg trouwens dus ook gratis dat unicorn ding. Echt super cute. Ik ga even laten zien hoe dit staat. Kijk hoe stom! Ik zag dit dus bij iemand, bij een andere moeke. En toen dacht ik, ik moet dit ook hebben. Ik vond het helemaal grappig. Ik vond het helemaal leuk. Ja, ik vind het eigenlijk wel iets hebben. En ik zat wel te twijfelen over van die kleine kraaltjes. Maar ik vond dit wel leuk omdat dit hartjeskraaltjes zijn. En het past wel bij die bril. En ik heb dus ook een ander brilkoord dus voor die andere zonnebril. Maar die hebben jullie vast al een keer gezien. Maar ik vond het wel heel schattig. En ik zag dus laatst zo'n moeder met zo'n hartjes zonnebril. En toen dacht ik, wat een diva zeg. Wie denkt zo niet dat ze is? En toen zag ik het zelf en toen dacht ik, ja, ik ga ook... Diva moedermoot. Ja, ik vind het wel leuk. Het is even wennen, maar... Wat vinden jullie ervan? Laat maar weten in de comments. Helemaal benieuwd. Even kijken. Verder... Zal ik ook laten zien wat Jeff heeft gekocht? Ja, sowieso deels, denk ik. Want wat Jeff heeft gekocht... Ik kon niet achterblijven, dat was wel mijn inspo. Ik heb ten eerste iets duurzaams gekocht... Tenminste, bij de appel en ei. Van officieel is die van Villa. Ik vond dit wel een leuk kleurtje. En ik ben dus gek op shirtjes die deze mouwtjes hebben. En dat was bij de appel en ei. Is dus een tweedehands kledingwinkel. Was die 8 euro. En ik vond hem heel erg leuk. Toen ben ik een beetje de fout ingegaan. Want toen gingen we naar de Primark. En op de een of andere manier ga ik daar dus niet graag heen. Maar als Jeff daarheen gaat, dan ga ik ook altijd braaf mee. En dan laat ik me toch soms verleiden. Niet voor vrouwenkleding, omdat ik dan zoiets heb van... Het is allemaal fast fashion, het is niet goed. Maar echt super dom en toxic. Ik ga dan wel weer naar de home afdeling, want daar voel ik me dan minder slecht over. En uiteindelijk heb ik alsnog kleding gekocht. Dus ik weet niet hoe dit in mijn hoofd werkt. En ik wil totaal niet zeggen dat ik het dus altijd geweldig doe qua duurzame kleding. Het begin van de dag begon heel goed. Want ik ben dus begonnen bij mevrouw de Vries. Waar ik dus tweedehands kleding kocht voor de kids. Toen kocht ik dus tweedehands kleding bij Appel en Ei. Zo ver ging het heel goed. En toen ben ik gesneuveld bij de Primark. Laten we zeggen dat ik niet perfect ben.
En hier ook niet per se naar streef. Dus blijkbaar. Jeff heeft deze schoenen gekocht. Omdat ik zei van, oh, die zijn best leuk. Zo, Jeff, wanneer doe ik die aan? Zeg, altijd als het lekker weer is. Oké, de bedankjes ga ik niet laten zien. Uiteraard. Bedankjes voor de bruiloft. We gaan daar ook nog iets mee doen. Ja, ik laat ook gewoon zien wat Jeff gekocht heeft. Jeff heeft een lichte spijkershort aan. Maar die is letterlijk in slaap gevallen met Nova. Ik blijf wel gewoon verder praten, want hij slaapt hem toch al de hele tijd. Deze heeft hij gekocht. Ik vind dat Primark echt leuke opdrukken heeft. Maar die heeft Jeff gekocht. Toen, ja, echt super slecht dus dit. Jeff die heeft, ik begin bij deze. Jeff heeft ook een soort van fans gekocht bij de Primark. En een petje met corduroy stofje. Leuk. Ja, toen kwam het dus zo dat bij de Primark hebben ze dus allemaal shorts, maar ook lange broeken. Allemaal in bepaalde kleuren. Ze hebben dus allemaal cohorts. Oftewel setjes die bij elkaar passen. Maar allemaal verschillende elementen. Dus je kan zelf een soort van kiezen van wil je dan een hoodie erbij? Of is een sweatshirt erbij? Of wil je een korte mouwen shirt erbij? Of wil je een polo shirt erbij? Allemaal in diezelfde kleuren. En dat vond ik zo leuk dat ik gewoon niet achter kon blijven. En toen dacht ik, hoe leuk is het als je als heel gezin allemaal van die sweatset dingen aan hebt. Ik kon alleen voor de meiden dus niet een bovenstukje vinden, maar alleen een onderstukje. Maar goed, we zijn dus bijna als heel gezin compleet in dezelfde kleur. Nou, dat vond ik natuurlijk leuk. Dit is dus zo'n hoodie in een groene kleur. Of ja, een soort van lichtgroen. Daar heeft Jeff een broekje bij. En dus een lange broek bij. Oh, deze is van mij. Ik heb dus een S ervan gepakt. Want ik dacht, ik denk dat ik dat wel pas. En ik heb dus ook een hoodie erbij. En ja, dit is dus de hoodie van mij bijvoorbeeld. En dit is dan een broekje voor de meiden. Er staat wel Donald Duck bij. Alsof Donald Duck of een soort van andere Disney figuren. Deze is dan voor Vee. Zeg ik dat goed? Ja, deze voor Vee. Dit is maat 98. Heel cute. En dit is nog een kort broekje dus. Die vond ik ook leuk. Die is dan voor mij XS. Deze is dan voor Jeff. Medium, lange broek. En deze is voor Nova. Dit is maat 80. Maar ik dacht, ze is nu 7 maanden. En 80 is van 9 maanden tot 12 maanden. Dus ik dacht, het is nog wel iets te groot. Maar ja, het gaat heel snel over. Deze kaart is ook wel ziek erg naar citronella. Maar ik dacht, als je deze in de badkamer aansteekt, dan komt er in ieder geval geen mug binnen, want het ruikt best wel sterk. Ruikt echt best wel sterk. Ruikt letterlijk zoals date of zoiets. Maar ik vond hem gewoon echt heel mooi. Echt een beetje een soort van cementkaars. Jeff zou laten we hem beneden neerzetten, maar ik heb meer zoiets van kleur hem in de badkamer als het raam open staat en geen mug komt meer je huis in. Voor de mensen die het niet weten, ik heb dus een muggenfobie. Dus dat... En ik kon nog een tompoes gratis krijgen bij de HEMA. Want ik kreeg zo'n mail van, omdat ik jarig was, dat ik een gratis tompoes kon ophalen. En ik wilde die mail al verwijderen eigenlijk. Of sterker nog, ik had die mail eigenlijk al verwijderd. En ik zei dat zo hardop van, oh ja, ik verwijder deze mail. Want ik heb er toch niks aan om een gratis tompoes te krijgen bij de HEMA. Want die zijn niet veganistisch. En toen zei Jeff, die naast me zat, die zei, misschien wil ik die tompoes wel van de HEMA. En we kwamen toch al langs de HEMA, dus... Dus toen heeft Jeff mijn gratis tompoes gekregen. Dus dat vond ik op zich wel leuk voor hem. En even denken, we hebben ook sokjes bij de HEMA gekocht. Want bij mevrouw de Vries waren er sokjes van Nova uitgaan tijdens verschonen. En we hadden toen maar één sokje. En één sokje was dan weer kwijt. En toen hadden we uiteindelijk allebei de sokjes uit. En toen had ik haar in de draagzak. Dus toen had ze blote voetjes. En toen dacht ik, ja, dan zijn we natuurlijk weer loederouders. Dus we hebben bij de HEMA nieuwe baby sokjes gekocht. En letterlijk toen ik bij de kassa stond om af te rekenen bij de selfscan, zei ook iemand, oh, wat zielig, het kindje heeft geen sokjes aan. En toen dacht ik, ja, dat klopt, dat is waarom ik nu sokjes afreken. Ik weet dat ik een slechte ouder ben blijkbaar, maar I'm trying here. Ik heb een setje nieuwe sokjes in mijn hand.
Maar ik weet niet. Het valt me op dat soms mensen zo'n oordeel hebben. En dat dan ook er niet voelen om dat dan hardop uit te spreken. Alsof ik niet het beste met mijn kind voor heb. Maar goed. Moedermafia is everywhere. Dat hadden we ook in het restaurant een beetje. Nova die was gewoon heel enthousiast. En die ging echt keihard, soort van heel blij gillen. Echt een beetje high pitch. Dus ik snap ergens wel dat het pijn deed aan mensen hun oren of zo. Ze deed het 3 keer in totaal. En aan de ene kant snap ik dat het een beetje irritant is. Aan de andere kant, het was niet alsof ze de hele avond aan het huilen was. En ja, wij nemen onze kinderen gewoon mee. Kunnen ze zelf een oppas regelen. Wij hebben gewoon niet zoveel oppas. En I don't know. Ik weet niet, ik merk dat ik dan toch me een beetje getriggerd voel als iemand dan in de hoek de hele tijd gaat zeggen, oh Anna, het doet wel echt pijn in mijn oren. Dat ik denk, ja, het was 3 keer 1 harde gil. En het was een gil van blijdschap. Ze had ook eventueel de hele tijd kunnen huilen of whatever. En ja, ik ga mijn kind van 7 maanden ook niet met tape haar mond dicht plakken of zo. Kinderen maken nou eenmaal soms geluid. Een hond blaft ook wel eens. I don't know. Ik weet niet of dit een goede vraag eigenlijk is. Maar ik had in ieder geval zoiets van live and let live. Laat de kinderen ook lekker af en toe even lawaai produceren. Ik weet niet. Ik merkte in ieder geval dat ik een beetje zoiets had van wat moet ik hiermee. Ik heb er eigenlijk niet op gereageerd. Maar ik merkte wel dat het... Ja, ik weet niet. Aan de ene kant irriteerde het me. Aan de andere kant dacht ik, ja, ik snap dat het geluid vervelend is. Maar ik wist ook niet zo goed wat ik ermee moest. Ik dacht, ja, ik heb ook geen zin om nou heel overdreven tegen mijn dochtertje van 7 maanden te zeggen, sst, sst, je mag niet lawaai maken. Want ten eerste begrijpt ze toch niet. Ten tweede denk ik, ja, laat haar lekker af en toe gillen van blijdschap. Nova vond het helemaal geweldig dus met die reis. En ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Dus ik ga hem in ieder geval afsluiten. Bedankt voor het kijken naar vandaag. Waarschijnlijk is dit echt een lange vlog geworden, hè? Ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het echt een top verjaardag. Ik ben echt zo dankbaar en blij dat ik 30 ben geworden. Ik moest ook meerdere keren bijna huilen qua emotioneel. Omdat ik het gewoon zo leuk vond. Ook met Jeff en met de kindjes. En dat ik zo gelukkig ben dat mijn droom uitgekomen is. Mama worden van 2 mooie, prachtige dochtertjes. Op mijn 30ste. En dat ik gewoon zo blij ben met Jeff. En dat ik het ook echt super leuk vind om met hem te gaan trouwen binnenkort. En misschien ook wel omdat hij vandaag toch een soort van pak aan had. Of in ieder geval zo'n heel mooi colbertje. Dat ik misschien extra het gevoel kreeg van, oh, ik kan niet wachten om met jou te trouwen. Want over minder dan 2 maanden trouwen wij samen. Dus dat is ook echt wel een gek besef. We hebben nog niet alles compleet. Maar we kunnen dus wel weer bedankjes afstrepen. Die ik dus nu niet laat zien. Want ik wil nog geheim houden wat de bedankjes zijn. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat we dat ook weer bijna kunnen afstrepen. Ik ben gewoon heel dankbaar. En ook voor de vriendinnen en alle lieve mensen die we om ons heen hebben. Ook, ik kreeg zoveel felicitaties. Ook op mijn telefoon. Die stond echt helemaal vol met notificaties van iedereen die me feliciteerde en zo. Echt super lief. En ook zelfs vrienden van Jeff dan. Die dan zeiden, oh, gefeliciteerd met Eline. Of zo, vond ik ook gewoon heel lief. En ja, ik voel me gewoon echt blessed. Ik voel me echt heel gelukkig. En ik heb een fijne baan. Ik heb een fijn huis. Ik heb een fijn gezin. We zijn allemaal gezond. In ons gezin in ieder geval. En ik ben gewoon blij dat iedereen bij de bruiloft kan zijn. Die ik graag erbij zou willen hebben. Dus ja, gewoon leuk. Jeff en ik zijn al 10 jaar samen. Zijn nog steeds blij met elkaar. Ik vind het ook een soort van mooi kroonjaar om dan te trouwen dit jaar. Dus het valt allemaal samen en ik ben gewoon echt heel dankbaar en blij. Dus daar wil ik het mee afsluiten. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie ook gelukkig in je leven zijn. En dat jullie ook blij en dankbaar zijn. En laat dan eens even in de reacties achter waar jij dankbaar voor bent. Misschien wel leuk om te lezen. Of om even voor jezelf ook bij stil te staan. En dan heel erg bedankt voor het kijken. En dankjewel. Tot de volgende vlog. Doei doei!